20 kilometer gereden. We zijn nu bij de Walmart. Ja, het is een enorme winkel waar ze gewoon echt haast alles hebben. Oké, ze hebben hier dus ook gewoon hele car onderdelen en hele grijze bakken, kano's. Echt. Hoe dan? Ze hebben hier gewoon hele trekhaken, voorkanten van karren, autoradio's. Echt gewoon haast alles wat er mogelijk is. Kano's hebben ze zelfs, alle spullen voor kano's, onderdelen voor kano's. Echt, hoe kan dit? Ja, hallo allemaal. Tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Het is vandaag dinsdag, tweede week. We zijn hier zo nu in downtown Grand Rapids, volgens mij heet dat. Ja, het heet Grand Rapids. En ja, we staan hier bij een hele mooie muurbeschildering. We zijn hier nu net heen gereden en dus we gaan hier een beetje rondkijken. En straks gaan we nog naar wat winkels toe. We weten nog niet precies wat we verder gaan doen, want het is eerlijk gezegd niet echt heel veel te beleven hier zo. Maar ja, dat zie ik vanzelf. Dus ja, ik neem jullie vandaag natuurlijk weer mee. In ieder geval veel kijkplezier mensen. Let's go! Oké, we hebben even 20 kilometer gereden. We zijn nu bij de Walmart. Ja, het is een enorme winkel waar ze gewoon echt haast alles hebben. Laura wilde graag heen en we moeten sowieso nog spullen halen. En ja, ik vond eerlijk gezegd vond ik niet echt veel aan Grand Rapids, maar ja, dat is mijn mening. Oké, we gaan nu naar de Walmart gaan spullen halen en dan neem ik natuurlijk jullie er mee, bij mee. Ze hebben zelfs allemaal gekke patas hier zo. Alleen geen Nike volgens mij, maar wel andere bekende merken. Ze hebben hier dus ook gewoon hele car onderdelen en hele grijze bakken, kano's. Echt. Hoe dan? Ze hebben hier gewoon hele trekhaken, voorkanten van karren, autoradio's. Echt gewoon haast alles wat er mogelijk is. Kano's hebben ze zelfs, alle spullen voor kano's, onderdelen voor kano's. Echt, hoe kan dit? Spullen gehaald. Het is nu iets van, ik weet niet hoe laat, maar 2 uur of zo, 3 uur, zoiets. En ja, we hebben hier net spullen gehaald, maar ja, zo wordt dus de spullen gebracht met zo'n enorme Amerikaanse truck. We gaan nu naar de auto toe, ik weet nog niet wat we verder gaan doen, maar ik neem jullie natuurlijk weer mee, dus jullie zien dat zo. Thank you.
oké mensen, het is nu 4 uur. We hebben net even 70 kilometer gereden. We zijn hier zo nu bij de plaats. Hoe heet het ook alweer, Laura? Oké, ik heb geen idee hoe het heet. Staat hieronder in de tekst. Daar zijn we nu en ja. Hier staat als eerste een enorme trein. Dit is ook gewoon weer bij dit grote leek. En ja, we gaan zo meteen gaan even rondkijken hier zo. En ja, volgens mij kun je ook in deze trein. Dat zien we zo wel. Geluiden van die weg hier zo. Maar we gaan hier zo nu eten. We zijn er net heen gereden. Ja, ik heb heel weinig gevlogd. Want ja, we zaten natuurlijk alleen maar in de auto en heb gewoon alleen maar een beetje rondgekeken op die andere plaats. Oké, wij gaan hier nu eten. Het is 6:30. Oké, we hebben net gegeten. We zitten nu weer in de auto richting het hotel. Het is nog best vroeg. Het is nu 7:00. We weten niet wat we in het hotel gaan doen, maar oké. We zijn er nu bijna. Oké, we zijn nu weer bij het hotel. Ik loop nu precies de trap op. Hierboven is de kamer. Ik weet nog niet wat we gaan doen, maar ja, het is nog best vroeg. Misschien gaan we nog wat doen. Grote kans van niet. Maar ja, ik neem jullie sowieso mee met de camera natuurlijk. A few moments later. Oké, het is nu ondertussen 11:00. Wij zijn nu weer in het appartement, zeg maar. Ja, wij gaan zo natuurlijk weer slapen. Morgen gaan we vanaf hier gaan we richting Bowling Green rijden. Dat ligt vlak onder Toledo, ongeveer 20 kilometer onder Toledo. Daar gaan we dan dus heen. Ja, ik wil jullie in ieder geval nog bedanken voor het kijken naar deze video. Misschien was deze vlog wel een beetje kort voor normaal gesproken de vlogs. Maar ja, morgen moeten ze 2 uur rijden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Doe even dat duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Deel het met de mensen waarmee je het wilt delen. En hopelijk tot de volgende video. Later mensen.